dagen, wekenlang denderen de machines in de fabrieken. Dan wordt er zwaar gearbeid, honderden meters onder de grond, of bij gloeiend hete hoogovens. Staal en ijzer, kolen, arbeid en nog eens arbeid. De zomer komt en de drang naar vakantie, de vrijheid om uit te trekken, de vrije natuur in te gaan, wordt allengs sterker. Vakantie! 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 Vreugde na den arbeid. Ja, dat is gemakkelijk gezegd. Maar wat kost het niet om eruit te trekken? Dat is niet mogelijk voor de arbeiders. Toch wel. Het NVV heeft in de mooiste gedeelte van ons land arbeidersvakantieoorden. Het is niet goed om de vakantie thuis op zolder door te brengen bij knutselwerk. Het is niet goed voor de vrouw die dan toch thuis blijft en elke dag de beslommeringen van haar huishouding heeft. De arbeidersvakantieoorden, de zogenaamde Troelstra-oorden, geven aan alle arbeiders de mogelijkheid om eruit te trekken met het gehele gezin. Om weer kracht te verzamelen, om daarna weer met energie aan de arbeid te gaan. Wat kost dat, zulke prachtige vakantiehuizen met comfort, welke met de beste hotels kunnen wedijveren? Het is toch veel te duur. Nee, werkers, het is niet te duur. Er zijn speciale tarieven die het mogelijk maken elk arbeidersgezin van deze gelegenheid te laten profiteren. Het zijn strand en zee, of bos en heide, waar ook moeder de vrouw zich geheel vrij kan voelen en ontlast van alle beslommeringen van het dagelijkse leven. Vreugde en blijheid, kracht en gezondheid voor onze Nederlandse arbeiders. Dat is het waar vreugde en arbeid het NVV naar streeft en u geven zal.